Welkom bij weer een nieuwe video van bollies maken met korting op Hengelsport. We gaan vandaag een bollie maken die zo sterk ruikt dat je hem niet binnen moet maken, want er ruikt heel je huis ernaar. Ik heb het dan over de Garlic & Robin Red Bollie. Dit is een super sterke bollie met veel goede voedingsstoffen en hier is de kapper echt dol op. Hij ruikt super sterk, hij smaakt super sterk en hij is dus goed voor de kapper. Dus we gaan hem vandaag maken en ik ga alle ingrediënten even aan jullie laten zien. Ik heb hier weer allemaal ingrediënten klaarstaan om deze bollie mee te gaan maken. Je hebt wel apartere dingen nodig, maar dat maakt niet uit, want daarmee krijg je wel een unieke bollie die je op ieder water in kan zetten. Zelfs op een water waar heel erg veel gevist wordt. Er zitten namelijk veel goede voedingsstoffen in die de karper zeker wel goed kan verdragen. Ik heb hier drie verschillende basisingrediënten en die doe ik eigenlijk altijd in mijn bollies. Dit geeft simpelweg een goede structuur. En het bestaat uit maismeel, tarwemeel en sojameel. En dit is gewoon een perfecte combinatie. Dan heb ik hier eikompound. Een eikompound doe ik in plaats van rauwe eieren, want rauwe eieren gaan gewoon sneller schimmelen. En ik wil natuurlijk dat mijn bollies langer goed blijven. Dan heb ik hier gemalen hennep. En die gebruik ik eigenlijk ook in bijna al mijn bollies om gewoon een goede structuur aan de bollie te geven. Het maakt je bollie wat grover en hierdoor kunnen de smaakstoffen dus beter uitlekken. En dan heb ik hier Heats Robin Red. En dat is eigenlijk wel echt iets goed voor de karper. Bestaat uit heel veel goede voedingsstoffen. Het ruikt echt enorm goed. En de karper is er eigenlijk gewoon dol op. Het is misschien wat duurder, maar het maakt je bollie wel een heel stuk beter. Dan komen we hier bij de smaakstoffen aan. Daar heb ik zeezout. En zeezout zorgt ook een beetje voor de conservering. Dan heb ik hier knoflookpoeder. En knoflookpoeder, dat is sowieso al een sterke smaak. En dat hoort natuurlijk wel in een knoflookbollie. Dan heb ik hier natuurlijk ook nog knoflookconcentraat. En knoflookconcentraat is eigenlijk super sterk van smaak en van geur. Je ruikt het zelfs door het zakje heen. Dan heb ik hier als flavor heb ik de garlic flavor van Bas Bolly Shop. En deze ruikt niet super erg naar knoflook. Maar in combinatie met deze essentiële olie in de smaak knoflook werkt deze wel echt super goed. En de essentiële olie, dat zijn super goede oliën waar de karper echt wel van kan genieten. En die hij natuurlijk nodig heeft voor te groeien. Dan heb ik hier bruine kleurstof om de kleur van de bollie mee te bepalen. En deze kan eigenlijk van ieder merk zijn. Maakt niet heel veel uit. Het gaat erom dat je bollie gewoon bruin van kleur wordt. Dan heb ik hier weer conserveermiddelen. Dat is glycerine en MPG. Die doe ik er ook bijna altijd in combinatie in. Want op het moment dat je glycerine gebruikt, hoef je minder MPG te gebruiken. En glycerine is gewoon beter voor de karper. Plus het is ook nog eens een zoetstof. Dan hebben we hier nog citroenzuur. Dat doe ik er ook altijd een beetje bij. Dit conserveert je bollie ook beter. En het zorgt ervoor dat de karper beter je bollies kan verteren. En om de bollie rolbaar te maken heb ik hier natuurlijk water. Dat doe je ook in iedere bollie. En dat doe ik dan in combinatie met zonnebloemolie. Je kunt er ook bijvoorbeeld hennepolie in doen. Maar dit is natuurlijk weer iets duurder. En de bollie wordt qua mix zelf al wat duurder. Dus ik gebruik gewoon zonnebloemolie. En dan gaan we nou maar beginnen met de bollie te maken. Dan gaan we nu beginnen met de ingrediënten af te wegen. Dus dan zet ik de weegschaal even aan. En dan pak ik als eerst even 200 gram met maismeel. Dan pak ik even 200 gram met tarwemeel. Dan pak ik even 100 gram met sojameel. Dan pak ik even 100 gram met Robin Red. En dan pak ik even 200 gram met gemalen hennep. Dan pak ik even 100 gram met knoflookpoeder. Dan pak ik even 100 gram met eikompound.
Dan ga ik nu even de ingrediëntenbak erbij pakken. En dan pak ik ongeveer 2 tot 3 theelepeltjes met knoflookconcentraat. En dan pak ik even een goed theelepeltje met bruine kleurstof. Dan pak ik nu de zever weer even bij. En hierin doe ik weer de ei-compound. En dan ga ik de ei-compound weer even zeven. Het meest fijne poeder is er doorheen. Dus gaan we weer even de lepel erbij pakken. Dan ga ik al deze brokken weer even fijn malen. Tot er echt alles door de zeef heen is. En alles fijn genoeg door de bolly mix heen kan. Want dan krijg je geen brokken in je mix. Want anders dan kan de bolly eigenlijk ten nadele komen. Omdat het eipoeder niet goed verdeeld is. De eicompound is nou goed fijn. Dus we gaan alles even goed door elkaar heen mengen. Dan gaan we nu even beginnen met een vloeibare mix te maken. Dus dan zet ik de weegschaal weer even aan. En dan pak ik als eerste 5 gram met citroenzuur. Dan pak ik even 10 gram met zeezout. Dan pak ik even 300 ml met water. De water dan pak ik altijd een beetje warm, zodat het zout en het citroenzuur goed op kan lossen. Dan gaan we dit alvast even goed doorroeren. Dan pak ik nu even 40 ml met glycerine. En dan pak ik vaak 10 tot 15 ml met MPG. Dan pak ik nu even de knoflookflavor erbij. En dan ga ik even 5 spuitjes van 1 ml doen. Dus in totaal 5 ml met knoflookflavor. Dan heb ik hier een flesje met essentiële oliën van knoflook. Dit is echt super sterk spul en je hoeft er maar heel weinig van in te doen. We gaan hem open draaien. En dan ruik je echt al meteen de knoflook. Ik vind het jammer dat ik jullie dit niet kan laten ruiken, maar dit is echt super sterk. Er zit daarom ook een druppeldop op. En ongeveer 20 druppels is 1 ml. En je hebt er maar ongeveer 0,3 ml voor nodig. Dus ik zou gewoon ongeveer 6 druppeltjes aanhouden. En dat is meer dan genoeg voor een kilo mix. Dan gaan we nu beginnen met de droge ingrediënten en de natte ingrediënten te mixen. Dus ik pak de vochtige ingrediënten en ik gooi het hier overal eigenlijk overheen. Ik verspreid het al meteen goed, zodat alles al een beetje verspreid over de mix heen zit. Dan is het wel makkelijker door elkaar heen te krijgen dadelijk. Dan pak ik de mixer erbij en dan ga ik het gewoon even goed door elkaar heen mixen. Ik heb dus de vochtige en de droge ingrediënten door elkaar heen gedaan. En nu krijgt de mixer het moeilijk. Dus ik ga de olie er nou bij doen. En dan ga ik met mijn handschoentjes even kneden. Dus ik pak ongeveer 30 tot 50 ml met zonnebloemolie. En dan giet ik er gewoon zo overheen. Dat overal een beetje zit. Het is goed vettig, maar dat is ook de bedoeling. Dan gaan we deze gewoon even goed kneden. Alles is nu mooi één gladde bal geworden. Het is goed vettig. En hier ga je echt wel een goede bolly van kunnen rollen. Als je dit zo pakt, dan krijg je al meteen een mooie bolly die mooi egaal is. En dat is eigenlijk wat je wil hebben. Dan gaan we nu maar beginnen met de bollies te maken. Dus ik heb hier weer het deeg staan. En dat pak ik gewoon een beetje bij elkaar. En dan ga ik er gewoon alvast een rol van maken. Dat precies de vorm wordt als het deeg spuit. Dan past hij er makkelijk in. Dan valt hij goed naar beneden. Je moet zorgen dat hij er echt goed doorheen past. Want anders blijft hij ergens vasthangen.
En op het moment dat dat gebeurt, dan krijg je hem ook niet zomaar doorgeduwd. Zo zakt hij perfect naar beneden. En dat doe je eigenlijk een paar keer, maak je er een mooie rol van. En die laat je in de deegspuit vallen. En dan doe je dat eigenlijk totdat hij vol zit. Je wilt hem natuurlijk niet te vol hebben, want dan krijg je de achterkanten niet meer opgedraaid. Dus zorg er altijd voor dat je een klein stukje ertussen hebt zitten. Deze kant zit in ieder geval goed vol. Kunnen we nu de achterkant erop gaan draaien. Dus pak hier de achterkant erbij. En dan gaan we die gewoon even snel vastdraaien. Dan ga ik hier weer even aanduwen. Zodat je niet de hele tijd met de hand hoeft te gaan knijpen. Dan pak je de roltafel, haal ik de bovenkant eraf. En dan ga ik alvast even spuiten tot dat deeg eruit komt. Dat is nu. En dan ga ik hier weer even drie lijnen op de tafel leggen. Ik heb hier dus drie rollen op de roltafel. Ik maak ze even de goede maat en ik zorg dat ze precies recht liggen. Ze moeten altijd genoeg uit elkaar liggen en ver genoeg van de randen af. Want anders gaat het dus niet goed om drie rollen tegelijk te doen. En de mix is best wel zacht. Dus je hoeft niet heel vaak op en neer te gaan. Dus je plaatst de bovenkant er gewoon goed op. En dan ga je gewoon zachtjes op en neer. Je hoeft niet eens hard door te duwen. Want hij gaat vanzelf wel door midden. Hij is nou zeker wel door midden, dat voel je ook. En dan ga je een beetje in vorm krijgen. Dat hij mooi rond wordt. Je gaat niet te wijde slagen maken. Want als je echt dit gaat doen, dan komen de bollies tegen elkaar aan. En dan gaan ze dus ook aan elkaar vastplakken. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Want je wil natuurlijk een mooie ronde vorm. En daar hebben ze nu gekregen. Ik heb hier drie rijen langs elkaar liggen. Met mooie ronde bollies. Ze zijn wel een beetje zacht. Dus kijk daarmee uit. Als je iets minder zacht hebben, dan kan je er iets minder olie in doen. En dit vind ik eigenlijk wel goed. Dus ik ga ze hier in het kratje doen. En dan gaan we zomaar beginnen met koken. Dan ga ik deze even afrollen. Dan zorg ik dat de kilo klaar is. En dan zie ik jullie zo weer terug. Ik ben dus klaar met de bollies rollen. Ze zijn mooi rond en egaal. Dan ga ik nou maar beginnen met stoomkoken. Ik heb hier de bak van de stoomkoker. Die ga ik even vullen met bollies. Je moet er niet te veel bollies in doen, tenminste bij deze stoomkoker, want dan gaan ze niet goed koken aan alle kanten. De eerste bak zit vol, dus ik ga even de tweede bak erbij pakken. En dan ga ik deze bak ook even vullen. Deze laag is vol, dus we kunnen beginnen met stoomkoken. Ik heb hier dus de stoomkoker, dus die ga ik even goed vullen met water. Dan zet ik het onderste gedeelte er even op. En dan ga ik nu de bakken met de deksel erop zetten. Zo, en dan ga ik nu even op 5 minuten zetten. Je kan hem ook op 2,5 minuut zetten en halverwege een keer doorschudden. Maar 5 minuten is in principe ook gewoon voldoende. De stoomkoker is klaar, dus ik ga het bovenste gedeelte eraf halen. De bollies zijn goed. Je kan ze nog een beetje indeuken, maar dat moet ook nog, want je gaat ze natuurlijk ook nog drogen. Dus pak hier de schaal, dan giet je die leeg in de bak waarin de bollies gaan drogen. En ook de onderste laag, die is gewoon goed, dus die gaat ook mee in de bak. Dan ga ik nu even de rest van de bollies stomen en dan zien jullie mij zo weer terug. Ik ben dus klaar met stoomkoken.
En de bollies die zien er al goed uit. Je hebt af en toe nog wel lichte vlekjes, maar dat komt eigenlijk door de vochtigheid. Dus ga ze nou 24 uur laten drogen en dan kom ik weer bij jullie terug. Dit is dus het eindresultaat. De bollies zien er mooi uit. Ze ruiken ook enorm sterk. En qua hardheid zijn ze al redelijk goed hard aan het worden. Je moet al best hard knijpen om ze open te krijgen. Alleen ze zijn nog niet perfect droog van de binnenkant. Op het moment dat ze perfect droog zijn, dan zijn ze dus redelijk licht van kleur van de binnenkant. En nu zijn ze nog donker, dus dat betekent dat er nog vocht in zit. Dus ik laat ze nog even drogen. Maar dit is in ieder geval het eindresultaat. En het is een goede bolly. Ze ruiken al enorm sterk. Dus ik hoop dat jullie ze een keer uit gaan testen. En nu weet jij dus hoe je zelf de garlic en robber red bolly kan maken. Het is een zelfbedacht recept, maar ik vind hem wel echt goed gelukt. Hij ruikt super sterk en hij zit bomvol met goede voedingsstoffen voor de karper. Hij is goed verteerbaar. Het enige wat ik erop aan te merken heb, is dat er een beetje veel olie in zit. Dus dat het recept zo eigenlijk goed is voor in de zomer, dan zou ik de 50 ml olie aanhouden. Maar in de winter dan zou ik maar maximaal 30 ml gebruiken. Dit omdat de karper hier snel van vol komt te zitten. En dat het dan te vettige bolly wordt voor de karper om te kunnen verteren. En dit was de bollymaak video dan voor deze week. En volgende week zijn we weer terug met de nieuwe smaak.